Ja, ik heb er wel zin in, moet ik eerlijk zeggen. Een van de grote trekkers om heen te gaan. Ik denk toch weer dat we een puntje of drie gaan pakken. Dit is de derby van de twee netste clubs van de Eredivisie. Ja, het is altijd, zijn een beetje angstkekeners van elkaar, hè? Dus altijd spannend. Ja, veel strijd. Ja. Het is kijken of iedereen er klaar voor is. De desk van Fox moet nog even worden opgeschoven, maar dan kan daar dan toch echt de aftrap worden verricht. Spierings komt nu gevaarlijk aan de bal in het 16 meter met Spierings met de voorzet raak. Het doelpunt is van Bronjo. En zo zie je Sparta eigenlijk weinig in de beginfase van deze wedstrijd. Maar zijn ze nu ineens bijzonder alert. En daar is die bal van de Karami. Komt hij? De goal, de 1-1. Jawel. Stanley Elbers is het. En dat is knap hoor, hoe hij die voorzet van Karami in één keer half uit de draai op zijn slot neemt. Uiteindelijk is het Vrede die er daardoor vandoor gaat en die gaat scoren. 2-1 voor Excelsior. Wat een geplunder achter bij Sparta zegt, want er is eigenlijk niets aan de hand. Het gaat nog niet heel lekker, hè? Nee, het gaat heel slecht, meneer. Ik heb geen idee, maar Sparta heeft het altijd moeilijk hier bij Excelsior. Nee, het is nog niet wat we gehoopt hadden, nee. Zeker niet. Dan is nog de kans voor Fijk, misschien die gaat naar de grond. Strafschop. Strafschop voor Excelsior na de overtreding op Fijk. Hesselbank of Kortsmit. Hesselbank, raak! De 3-1 voor Excelsior. Eerst de hoekschop van Sparta, die wordt weggekopt, maar opgepikt nog in het doelgebied door Spierings, die hem voorgeeft. Daar wordt weggebokt, ja. Maar in tweede instantie valt hij wel hoor. Hier is de aansluitingstreffer van Sparta, van Dumfries, die met zijn linker dan binnenschuift. En dan gaan we opeens door nog een hele interessante slotfase straks van deze wedstrijd krijgen. 3-2, het is weer spannend, het is weer een derby. Die inworp wordt nog een keer doorgekopt. Komt misschien nog bij El Azouzi terecht. Nee, Excelsior verdedigt uit. Excelsior trapt de bal echt helemaal weg. En dan is het afgelopen. En zie die ontlading van iedereen die Excelsior een warm hart toedraagt. Zie die bierdouche bij de Robin van Persie-tribune. Die supporters die hun pilsje nu maar gewoon weggooien in blije euforie. Dat vak, die dugout, stormt naar buiten toe. Iedereen viert het feest. Bij Sparta druipen ze af. Zie je de kopjes naar beneden hangen. Zie je de uitsupporters het vak al snel verlaten. Zij zijn teleurgesteld. We hadden echt hoop dat het een keer ging gebeuren. Dat ze eindelijk Excelsior Boudestein weer eens zouden pakken. Maar het gebeurt dus niet. Excelsior is een ware angstgegner van Sparta. Ook vandaag weer in een spektakelstuk.